Ja, vrienden, we zijn verbonden met Deventer. En kijk hem zitten, Sam. Ja. Ah, joh. Wat is allemaal gebeurd, man? Ja, ik... leren. Goed wat er is gebeurd. Vertel. Chaos, echt. Chaos. Ja. Hoe was het op dat veld? Je zit naar die mensen te kijken en Jezus, Mina. Nou, ik had dit scenario wel al een keertje door mijn hoofd laten gaan. Dat we misschien hadden gewonnen, dat we nog even moesten wachten. Maar niet dat we een uur lang moesten wachten. Nee. Ja, uiteindelijk... Ja. Ik heb niet durven kijken. Nee. Heb je niet gekeken? Heb je gewoon niet gekeken? Ik ging gewoon een balletje trappen met de kinderen van Luigi Braga. Ja, zie je. Ja, dat zag ik, ja. Ja, en nog een beetje gepraat met mensen. En, ja. Ik wil echt niet kijken. Nee. Nou ja, en toen was het alleen maar gekkigheid, heb ik gezien. Ja. En ik dacht dat er als een veulen over het veld heen. Kunnen leren, man. Ja, zo blij was ik. Ja, wat een ontlading. En ja, ik besef het nog steeds allemaal niet. Het is heel onwerkelijk. Ja? Ja, heel erg. Want hier had je natuurlijk nooit op gerekend natuurlijk. Je dacht van, ja, misschien heb ik een kansje, maar... Ja, nee, maar helemaal toen wij bij de Graafschap verloren, dan sta je 8 punten achter met nog 5 wedstrijden. Ja, dan hadden we wel het idee van, het gaat heel lastig worden. En heel eerlijk, gingen wij er ook niet echt meer vanuit. Dan gingen we gewoon voor die derde plek. Ja. En dan ook nog echt, echt gebeurd dat... echt bizar. Nee, maar luister. Je bent wel de lul, want je moet wel zingen voor mij nu. Waarom? Ja, natuurlijk, het lied van Go Ahead. Laat de zon. Hoe is het ook alweer? Welke? Laat de zon in je hart? Ja. Laat de zon in je hart. Nee, maar als ik ja zeg, ga jij hem zingen? Want dat is de pech die je hebt als je promoveert, jongen. Ja. Oké. Nou, daar komt hij dan, hoor, jongens. Sap, de aanvoerder gaat zingen, hoor. Nou, kom maar. Laat de zon in je hart. Ja? Het schijnt op voor iedereen. Geniet van het leven. Juist! Want het duurt nog maar even. Juist, het duurt nog maar even. Heel goed, Sam, dat is hem. Oh, ja, wat gaan we tegen die jongens van Go Ahead zeggen? Ja, je bent er helaas volgend jaar niet meer bij, maar wat gaan we zeggen tegen de aanhang van Go Ahead? Ja. Dat, wat gaan we zeggen? We moeten er maar van genieten, hè? Ja, ik hoop ook dat zij er heel erg van kunnen genieten. En ik ben wel heel blij dat ik volgend jaar Go Ahead in ieder geval nog 2 keer tegenkom. Ja. Dat is wel heel fijn. En, je komt hier terug. Als je terugkomt met de AZ, daar aan die Adelaars hoort, krijg je zeker een applaus. Dat weet ik zeker. Dat hoop ik ook wel, ja. Nee, maar natuurlijk krijg je dat. Enige wat je gaat... Ja, maar goed. Nee, natuurlijk krijg je dat. Tuurlijk krijg je dat. Hoop ik. Nou jongen, maar wat heb je vannacht gedaan? Jullie gaan terug in die bus. Ja. Dus het is alleen maar gekkigheid. Klopt. En feesten en lalala. Wat hebben jullie gezongen onderweg? Ik had de zonnebril eigenlijk nog bij me. Want die wou ik eigenlijk op hebben vandaag. Ik heb het even afgedaan. Ja, we kwamen aan bij het Van der Valk Hotel Deventer. En, ja. Ja, er waren zoveel supporters die ons aan het opvangen. Het was zo mooi om te zien, het feest allemaal. En, leuk! Echt super gaaf. Niemand had het verwacht nog. En groot in de vreugde. En wat heb je daarna gedaan? Ja, toen eerst daar natuurlijk nog allemaal liedjes gezongen met de megafoon en alles. Oh. Ja, super mooi. En toen gingen we daar nog naar binnen met wat familieleden ook. Die daar kwamen van de spelers en de staf. En we hebben boven nog even een bankje gedaan. En wat daar is gebeurd verder, dat blijft er gewoon binnen de kamer zijn. Hoe laat lag je in bed? 6:15 lag ik in bed. En, 6:15, juist! En was toen, je nog nuchter of was het helemaal... Nuchter was ik niet meer, dat niet. Nuchter was je niet meer, nou gelijk heb je. Je promoveert maar 1 keer. Daarom, en ja, geweldig. Het was echt een dag om nooit te vergeten. En dat is het nog steeds niet. Het is echt bizar wat er allemaal is gebeurd. Super, jongen. Hey, van harte gefeliciteerd. Maar Harry, ik heb nog één vraag.
Oh, daar komt ook de vraag, aan... jongens, daar komt die aan. Ja, alle spelers van Go Ahead zijn nu al lekker de terrasjes op. En ja. Ik zit hier nog met u een mooi interview te doen. Dus ja, natuurlijk. Dan wil ik ook nog een vraag vragen. Zoals bekend zijn Jay Gorter en ik natuurlijk verkozen voor beste keeper en speler van het jaar in de Keukenkampioendivisie. En daar kan nu op gestemd worden. En dan wou ik vragen of u ons daarbij wil helpen om uw volgers te motiveren om op ons te stemmen. Tuurlijk, op jullie stemmen. Tuurlijk. 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 Geen probleem, man. Top. Geen enkel probleem. Top, dankjewel. Gefeliciteerd. Waar is de trainer? Is de trainer er nog? En daar is hij, hoor. De trainer. Laat eens verwonderen. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Dankjewel. Ja, maar dit is even een verrassing voor jou ook. Ja, eigenlijk niet. Ik moest het. Oh, ja, eigenlijk ik moest niet. Het oh. Ik moest het jou beloven, toch? Ik ja, moest was weg. Zegt, ga, zorg dat je promoveert. Maar ja, jij zei, ging allerlei dingen inbouwen en overzichtig en dit en dat. En... Maar ineens dan zie je maar. In voetbal kan alles. Hey, dus ik heb me jouw woorden aangetrokken en ik ben echt eens goed aan het werk gegaan. En ja. Wat het toe leidt. Kijk, hey, helemaal top. En de IJsselderby komt terug. En de IJsselderby komt terug. Ik doe even mijn bril af. Ja. De IJsselderby komt terug. Ja, dus dat is, daar kijken de supporters nu ook al naar uit. Ja. Ajax, Feyenoord, PSV komt hier op bezoek. Ze wil ook wat iedereen wil zien. Ja. Dus iedereen. Is blij en kijkt enorm naar uit. Ja, natuurlijk. En wat heb jij gedaan allemaal? Heb je meegezongen in de bus, wil ik weten? Ik heb van alles gedaan, Harry. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, vertel maar. Gezongen, een drankje gedronken, geschreeuwd, feest gevierd, van alles. Ja? Ja, zo werkt dat toch. Je moet ervan genieten als dat gebeurt, Harry. Het is natuurlijk zo cool als een komkommer dit, man. Jezus. Ja. Veel beter krijg je toch niet dan dit, man. Kijk, de kleren. Nee, dit is ongekend. Dit is een herinnering die je niet snel zal vergeten. Maar wat een succes voor jou in je eerste jaar, Kees van Wonderen. Ja, niet bescheiden gaan doen, niet. Gewoon zeggen dankjewel haar en je hebt gelijk. Dat zeg je dan. Dankjewel Harry, maar we doen het met z'n allen. Ja, fijn. Ja. Ja, de koffiejuffrouw en de man van de shirtjes. Hey, dikke lul, jij doet het en fantastisch. Geweldig gedaan. Al met al, fantastisch dat Go Ahead, een club met zo'n historie... Geweldig, Vetkampstraat, alles, Adelaarshorst, de hele klerenzooi. Dat is gewoon terug in de Eredivisie. Dat is alleen al fantastisch. En luister goed, Kees van Wonderen, wat gaan we zeggen tegen de aanhang van Go Ahead? Spreek ze toe, nu! We kijken uit naar een nieuw seizoen. Hopelijk in een vol stadion, waarbij het vuur, de vlammende pan in het stadion terugkomt. Waarbij we mooie wedstrijden van het jaar gaan spelen. En waarbij we ons... Met alles wat we gaan hebben, handhaven in de Eredivisie. Kijk, dat is het streven, jongens. Nou, ik ga jou heel erg feliciteren, Kees van Wonderen. Dankjewel, Harry. Ja, en ik wens jou heel veel succes voor ons seizoen. En zorg dat je erin blijft, man. Top! Kijk er nu al naar uit. Hey.